Remco Balk, als er een keer een kans lag om een puntje te stelen hier in Rotterdam, dan was het vandaag denk ik wel, hè? Ja, ik denk we hebben wel aardig wat kansen gehad. Zij ook natuurlijk, maar het zat er nog in de 80 minuut 1-0, dan kregen we nog twee kansen. Ja, dan kunnen we nog een puntje pakken hier eigenlijk. Is jammer. Een ander systeem met jou en Sylvester voorop. Hoe vond je dat gaan? Ja, dat is de eerste keer. Ik vond het best prima gaan. Het is natuurlijk, ja, we hebben nog nooit gespeeld. En ook niet lang op getraind, maar ik vond het voor de eerste keer goed gaan. Ik vind de tweede helft echt wel bij Vlaag beter voetbal gespeeld hebben dan Feyenoord. Maar ja, het was inderdaad wel waar dat we hier iets meer hadden kunnen meenemen dan we vandaag nu doen. Een ander systeem, hoe vond je dat gaan? Nou, ik vond dat het goed stond. Het is wat iets behoudender, maar je zag wel dat met name Alex en Sai ook aan de andere kant wel heel veel diepgang ook hadden naar voren toe. Dus daar ben ik heel erg tevreden over. Ik vind ook dat we echt wel weer kansen hebben gecreëerd. Hè. Jamie die eigenlijk gewoon 100% kans krijgt. Nou, een bal op de paal, een kop op de paal volgens mij. Tweede helft natuurlijk met Michael Breij nog een kans. Dus we hebben ze weer gehad. Alleen ik hoop dat we alles gespaard hebben voor aankomende zondag. Je weet ook dat je hier in de Kuip niet heel veel kansen krijgt. Er was wel een mooi moment dat jij een bal aansnijdt vanaf de zijkant. En die had er wel in gekund, denk ik, hè? Ja, het is jammer dat die bal dan niet ingaat. We moeten gewoon scoren. Alleen het ging vandaag niet, helaas. Het is natuurlijk al het verhaal van de laatste weken. Dat was nog ook wel een lekkere oppepper geweest als je hem dan wel even maakt hier, hè? Ja, we hebben gewoon de goal nodig. Maar ik denk als we zo blijven voetballen, dan komen de goals vanzelf. En ik moet zelf natuurlijk ook gewoon ballen erin schieten. Heb je ook het gevoel dat dit een systeem is waar jullie wel op door kunnen bouwen? Ja, ik denk het wel. We hebben goed gespeeld vandaag tegen Feyenoord. Het is gewoon een topclub. En ik denk dat we hier wel kunnen doorbouwen. Wat je doet is trainen. Je kijkt iedere keer waar de kansen liggen. En we hadden het gevoel dat vandaag de kansen zo lagen dat we met twee spitsen 1-1 tegen de centrale verdedigers kwamen te spelen. En in de eerste helft hebben we een aantal keer die momenten gehad. Alleen was de eindpaas niet goed, waardoor je gewoon niet in die situatie komt. En als de eindpaas wel beter was geweest, dan hadden we wel een aantal keer 1-1 kunnen komen met die verdedigers of de keeper. En moet je door richting Heerenveen. Hoe leeft die wedstrijd? Ja, heel erg. Ik heb natuurlijk nog nooit deze wedstrijd gespeeld, de derby. Maar je merkt wel dat hij leeft. En ik denk nu dat hij nog meer gaat leven, omdat deze wedstrijd is afgelopen. Maar ik heb er zin in. Klaar om 3 punten te pakken. Ik denk wel dat de jongens ontzettend trots kunnen zijn op wat ze gedaan hebben vandaag. En zeker ook gezien de tweede helft, waar bij Vlagen gewoon echt wat beter dan Feyenoord. Ook zij krijgen natuurlijk kansen, hè, zo is het ook. Maar ik vond dat we wel echt bij Vlagen goed voetbal gespeeld hebben, zeker de tweede helft. En ook kansen hebben gecreëerd in de tweede helft. Dus wat dat betreft kunnen we tevreden zijn. Maar we hebben verloren, dus uiteindelijk dat telt. Maar je moet natuurlijk wel snel schakelen. En de derby staat voor de deur, niet zomaar een wedstrijd. Schakelen. Dus het is morgen weer alle vizier op naar zondag. Dus dat is ook mooi. Merk je dat hij goed leeft? Ja, goed. Die leeft uiteraard. En die zal vanaf vanavond, morgen, zal die echt gaan leven. Dus dat is mooi weer om heel snel zo'n derby te mogen spelen.